De onderhandelingen zouden heel transparant zijn. Je kan het misschien net vinden op internet. Maar dat zijn vooral de inzetten van Europa een jaar geleden. Wat er nu wordt onderhandeld is totaal onbekend. Het is niet transparant en niemand weet precies wat er onderhandeld wordt. En aan het eind kunnen we alleen maar ja of nee zeggen.